Peter, waarom gaan we op reis? Ja, nou, dat is toch het mooiste wat er is, reizen. En waar reizen wij naartoe? Wij reizen naar een mooie oude scheepswerf in Krimpen aan de IJssel. Op een plek waar al 350 jaar schepen worden gebouwd. En wat heeft dat te maken met de boeken die hier liggen? Nou, Stevenson is zelf ook op reis gegaan. Hij heeft zich gevestigd in de Stille Zuidzee. En heeft een heleboel boeken daarover geschreven. Ja, zijn belangrijkste boek is In the South Seas. Over die plekken dan, hè. Een serie brieven. Prachtige stijl. En hij is zich daar gevestigd en is daar ook gestorven. En is daar ook begraven in de Stille Zuidzee. En wat doen wij met Stevenson? Wij brengen een programma, een aantal gedichten heb ik vertaald en op muziek gezet. En die brengen wij op die locatie in Krimpen aan de IJssel. Nou, dan nog misschien wel de belangrijkste vraag. Wanneer is dat? Ah, kijk. Het begint de 1e september en dan zijn er 10 voorstellingen. Hier, mijn bril. Moet ik ze allemaal noemen? Of nee, dat gaat door tot 25. Dat is wel op de site te vinden. Op de site van Luxor. Tot en met de 25e is dat. Steeds op donderdag, vrijdag en zondag. Het wordt prachtig, toch? Het wordt heel erg mooi, ja.